Er is nieuws voor de Rabobank certificaathouders. Vorige week heeft de Rabobank de halfjaarcijfers gepubliceerd. En nou, dat was op zich niet zo'n feest. Er gaat behoorlijk wat geld naar de stroppenpot. Ja, dat zagen we ook bij de andere banken. Maar belangrijker is voor de certificaathouders is dat de Rabobank toch een beetje in beweging is gekomen. Ze zijn wel geschrokken van de commotie die het stopzetten van de rentebetaling op de certificaten heeft veroorzaakt. En wellicht heeft onze actie ook wat geholpen. Stichting IX in actie heeft natuurlijk inmiddels met 9000 mensen best wel wat druk gezet op de Rabobank. En de Rabobank gaat nu een van onze suggesties onderzoeken. En een van die suggesties was dat de Rabobank, als ze dan toch geen geld wilde uitkeren, dat ze wellicht uitkering konden doen in de vorm van certificaten. Een soort stokdividend, wat je bij bedrijven ook wel ziet. Die aandelen uitkeren in plaats van cash dividend. En de CEO, Wiebe Draaier van de Rabobank, heeft gezegd dat ze dat nu serieus gaan onderzoeken. En dat zou heel mooi zijn, want als ze dan gewoon het geld uitkeren in de vorm van die certificaten, dan kunnen de certificaathouders zelf bepalen of ze deze certificaten te gelden gaan maken op de beurs. En dus alsnog het geld in handen hebben. Of dat je misschien die certificaten wilt aanhouden om op die manier daar ook weer op termijn, als de rentebetalingen weer worden hervat, ook weer 6,5% te krijgen. Nou, zoals u weet zijn wij in gesprek met de Rabo. We gaan binnenkort een afspraak maken met de Rabo om daar verder over te praten. Op dit moment is er natuurlijk nog geen enkele zekerheid, omdat Rabo zelf ook zegt, ze gaan het onderzoeken. Maar het feit dat ze het aangeven, dat ze het specifiek noemen bij de halfjaarcijfers, stemt mij wel hoopvol dat er goed naar gekeken wordt. En dat het misschien wel een hele mooie optie is om beide partijen uit deze vervelende situatie te halen. Want voor de Rabobank geldt ook, hè, ze hebben zich nu helemaal gecommitteerd aan hetgeen de ECB gevraagd heeft. Het gaat nu zelfs voor het hele jaar geen dividend uitgekeerd worden door de Europese banken. En op deze manier kan de Rabobank toch, zonder dat ze geld uitkeren, een eigen vermogen versterken. En kunnen de certificaathouders, als ze dat willen, die certificaten verkopen en het geld alsnog op hun rekening krijgen. Nou, voor allebei misschien een aanvaardbare oplossing. Wij gaan daar binnenkort met Rabo om de tafel over zitten en dan zullen we zien hoe we hieruit komen. Je kunt op de website volgen hoe dat in zijn werk gaat allemaal. We zullen u, zodra er weer nieuws is, daarvan op de hoogte stellen.